Goed dat je er bent, Han. Dankjewel. Ja? Hoe gaat het met jou? En met mij is het goed. Okay. Ja. Directeur politieke zaken, de Hague Center for Strategic Studies. Zo helemaal vol. Ja, je mag veel opdragen. Je mag hem ook in het Nederlands zeggen hoor. Haagse Centrum voor Strategische Studies. Komt ook helemaal goed. Ja, maar het staat en blijft niet. Dezelfde afkorting. Ja, dat ja. Ja. En dat bevalt nog steeds goed. Dat bevalt nog steeds politiek goed. Politiek mis je geen moment. Nou, ik hou me heel veel met de politiek bezig. Dus dat ja. Gaat eigenlijk wel goed. Ja, dit is ook een leuke moment. Een andere rol natuurlijk. Het is een andere rol. Ja. We hebben het hier wel vaker over gehad. Dus, ja. Het is minder invloed, meer vrijheid. Dat is ook wel lekker. Ja. Ja. Hebben jullie dit allemaal als instituut aanzien komen, wat hier gebeurt nu, op dit moment? Nou, dat klinkt een beetje pretentieus, maar we hebben wel in januari zijn we wel bij elkaar gaan zitten met de analisten. En hebben we de, wat we dan noemen de opties van Poetin op een rijtje gezet. En die zijn tot ons eigen schrik misschien wel redelijk goed uitgekomen. Het enige wat we niet hadden voorzien, is de snelheid waarmee dingen zijn gegaan. Dan moet wel bij zeggen dat voor heel veel Nederlanders, denk ik, is het pas begonnen op 22 februari. Op het moment dat Poetin die hallucinante speech gaf ineens. En dan 2 dagen later gingen de tanks ineens rollen. Maar internationaal was men eigenlijk al sinds midden vorig jaar een beetje opgeschrikt. Toen Poetin een essay schreef van zo'n 7000 woorden. Waarin hij eigenlijk met zoveel woorden zei dat Oekraïne geen bestaansrecht had. En dat was op zichzelf niet nieuw in de retoriek van Poetin. Maar de manier waarop hij dat heeft gezegd, dat is dat gingen de wenkbrauwen wel omhoog. Hmm. En er waren veel militaire oefeningen. En met name ook in NAVO-kringen is men vanaf oktober ook wel opgeschrikt door het feit dat bijvoorbeeld bij die militaire oefeningen in Wit-Rusland dat bloedbanken gevuld werden. En dat is voor een land als Rusland een hele dure aangelegenheid. Want dat bloed is op een gegeven moment natuurlijk niet meer goed. Ja. En waarom zou je dat doen als het alleen maar om een militaire oefening gaat? Dus er waren wel signalen dat dit mis kon gaan. Dan ga je nadenken over opties, over scenario's. Dat is de taak van een instituut zoals HCSS. Ja, toch was ik nog steeds verrast. Ik weet niet hoe het voor jou gold, Wim. Maar... Zeker. En ik ben ook wel heel benieuwd, Han, of jij iets kunt vertellen over die rol van Lavrov. Mm-hmm. Dat die oogt zo als een beetje een brommerige opa. Maar die speelt toch ook een geweldige kwalijke rol. Of is dat alleen een marionet? Die heeft die totaal geen invloed? Kijk, vanuit ons perspectief zijn we natuurlijk genegen om dat hele regime daar, om dat een kwalijke rol toe te doen. En terecht, want ze zijn allemaal verantwoordelijk voor de oorlogsmisdaden die op dit moment begaan worden in Oekraïne. En we hebben natuurlijk Bucha al gezien. Mariupol hebben we alleen maar het vermoeden van. En we zullen alleen nog maar meer verschrikkingen zien, ben ik bang. Wat bijvoorbeeld onderbelicht is gebleven, is dat er misschien al wel 1 miljoen Oekraïners zijn gedeporteerd naar Rusland zelf. Ook dat is een enorme misdaad die je dan kunt toevoegen aan dat lijstje. Maar dan terug over je vraag over Lavrov. Lavrov is de meest seasoned diplomat, wordt hij genoemd. Dus eigenlijk de man met de meeste ervaring in de internationale relaties. Het is iemand die eigenlijk andere ministers van Buitenlandse Zaken in zijn zak kan steken. Hij doet dit al heel erg lang. Alleen omdat wij hem zien, hechten we aan hem ook heel veel waarde. Maar in de hiërarchie rondom Poetin is hij, ik zou willen zeggen, tweede rangs. Ja, ja, ja. Maar ondertussen had hij het van de week over een derde wereldoorlog. Hoe serieus moeten we dat dan nemen? Nou, kijk, de Russen laten nu met enige regelmaat, en Poetin zelf ook, laten ze doorklinken dat ze bereid zouden zijn om de zwaarste optie, lees de nucleaire optie, op tafel te leggen. Poetin koppelt dat de hele tijd aan rechtstreekse invloed van de NAVO. Hij keert het ook om, hè, want de NAVO bemoeit zich hier met een conflict, terwijl zij zelf hebben geïnterveneerd. Ja, dat maakt ook dat de NAVO natuurlijk van het begin af aan heel duidelijk is geweest, we doen geen no-fly zone. Alles om een rechtstreekse confrontatie tussen NAVO-troepen en Russen te voorkomen. Zou je een no-fly zone doen bijvoorbeeld, dan moet je bijvoorbeeld in Rusland moet je antiraketten installaties moet je aangrijpen. Nou, dus dat willen we niet. En nee. Daarmee, dat zijn dan die signalen, die rooksignalen zou je bijna kunnen zeggen, die we in de Koude Oorlog ook, die we kennen uit de Koude Oorlog, die over en weer worden gezonden. Poetin heeft daar nu wel een dimensie aan toegevoegd. Omdat hij deze week heeft gezegd, het is niet alleen maar rechtstreeks invloed of bemoeienis, maar het is ook de wapenleveranties als zodanig. En dan is nu het grote spel op de wagen. Moeten we dat interpreteren als zijn bereidheid om inderdaad een nucleair wapen, bijvoorbeeld een strategisch of een tactisch kernwapen in te zetten? Dat is dan een kernwapen met een relatief klein bereik. Die zou die via Iskander-raketten kunnen afvuren. Ja, het zijn
bizarre discussies waarvan we niet hadden gedacht dat die ooit zouden plaatsvinden. Nou, maar, zijn de discussies die we kennen uit de Koude Oorlog. Maar afvuren op welk land? Exact. Nou, in ieder geval niet op een NAVO-land. Dat acht ik vrijwel uitgesloten. En dan zou die dat boven een slagveld, een Oekraïns slagveld, moeten doen. Of op een andere manier. Niet Kiev. Ik denk dat. Nee, zeker niet. Nee, dat acht ik uitgesloten. Omdat de effecten daarvan zo groot zijn. En dat weten de Russen. Kijk, de Russen hebben, anders dan wij, hebben ze in hun militaire doctrine, oefenen ze en hebben ze heel nadrukkelijk altijd rekening gehouden met de inzet van nucleaire wapens. Mm. Nog geen week voor de inval van Oekraïne hebben ze bijvoorbeeld geoefend in Wit-Rusland. Onder leiding van van Shoigu, de minister van Defensie, die toen nog actief was. En is daar ook op geoefend. Alleen, omdat ze dat doen en omdat dat in hun doctrine en in hun denken zit, denk ik dat de kans dat ze het inzetten juist om die reden niet per se groter is geworden. Het is een tweede belangrijke reden waarom ik denk dat Poetin daarvoor zal oppassen. Hij heeft op dit moment nog de steun van China. China is als het ware all-in op deze Russische inval. China is altijd heel helder geweest op dat ze nooit als eerste kernwapens zouden willen gebruiken. Zou Poetin dat nu wel overwegen, dan denk ik dat hij de steun van China verliest. En met de steun van China heeft hij geen sponsors meer. Nee. En daarom zal het wel niet zo snel gebeuren. Toch, je kan het niet helemaal uitsluiten. Toch, in alle opzichten. We kunnen het niet uitsluiten omdat niemand in het hoofd van Poetin kan kijken. En we zo weinig weten van zijn directe omgeving. Want je vraag zo even naar Lavrov was wel een goeie. Kijk, ik zeg hij zit misschien in de tweede ring rondom Poetin. In de eerste ring zitten wat ze noemen de Silovici. Dat zijn de veiligheidsmannen. De mannen die het veiligheidsapparaat moeten bedienen. Binnenlandse en buitenlandse veiligheid. Maar die hebben we voor een deel in actie gezien in de eerste dagen van de oorlog. En iedereen herinnert zich dat moment waarop Petrushkin als een soort van kleine jongen in de hoek werd gezet toen hij niet het juiste verhaaltje wist op te dissen. Ja, wat moeten we daaruit afleiden? Is het Poetin alleen? Is hij zo eenzaam? Dan levert dat ook extra bijkomende risico's op. Ja, hij slaapt ook ooit, hè? En dan zijn er toch mensen die bij zijn kamer staan die dan toch actie zouden kunnen ondernemen. Ja, maar ik dacht... Bedoel je dat ze hem dan liquideren? Of? Ja, het Stalin-scenario. Maar daar heb je een Beria voor nodig. En die hebben ze daar niet. Het lijkt er een beetje op dat zeg maar, die strongmen om hem heen vooral negatief geselecteerd zijn. Die zijn geselecteerd op dat ze eigenlijk verantwoordelijkheden telkens proberen af te schuiven. Dan zeggen van, na mij in de lijn komt er misschien nog iemand die verantwoordelijkheid wil nemen. Ik denk dat het pas spannend wordt op het moment dat een deel van de Russische bevolking de verliezen niet meer accepteert. Kijk, via de media zullen ze het niet vernemen. Als je de Russische staatstelevisie dat slaat alles. Daar wordt open en bloot over een derde wereldoorlog gesproken. Dus op het moment dat hij die populaire steun verliest, dan wordt het lastig. Er moet een lege supermarkt komen, wil het volk in actie komen? Ja, ik denk dat een lege supermarkt alleen niet genoeg is, omdat de Russen kunnen pijn lijden. En dat zijn ze ook bereid als ze denken dat de reden waarom ze pijn moeten lijden, dat die goed genoeg is. Ja. En voorlopig denken heel veel Russen dat dat zo is. Want de beeldvorming is in Rusland heel duidelijk van, er zitten naties, dus mensen moeten daar bevrijd worden. Ja, het is voor ons onvoorstelbaar dat je zeg maar zo'n massale brainwash kunt organiseren. Ja. Dat is wel gebeurd. Ja. Hoe verklaar je dat dan in een tijd als deze? Ja, waarin mensen ook zelf aan informatie zouden moeten kunnen komen. Hier worstel ik zelf ook mee. Want dit zijn natuurlijk de tijden waarin iedereen alle informatie tot zich kan nemen. Maar we zien in ons eigen land ook dat meer media niet per se betekent beter geïnformeerd zijn. En in de Russische media is op dit moment gewoon afgesloten. En veel Russen kijken alleen televisie. Ja. En op de televisie zien ze maar één ding. En dat is dat Poetin probeert een broedervolk weer terug te brengen in de Russische schoot. De Ruski Mir noemen ze dat dan. De Russische gemeenschap. Maar ondertussen verliezen ze heel veel soldaten. Er zijn heel veel moeders die hun kinderen kwijtraken. Ja, dat moet op een gegeven moment toch ook wel mee gaan spelen. Er zijn schattingen dat ze nu al twee keer het aantal soldaten zijn verloren dat ze in 10 jaar oorlog in Afghanistan zijn verloren. En ook Tsjetsjenië heeft natuurlijk al de operatie in Tsjetsjenië begin jaren 90 heeft opgeleverd dat ze veel mensen zijn verloren. Ja, er is een moment waarop ook Russische moeders en vaders het niet accepteren. Dat ze zoveel verliezen gaan leiden. En daar kun je op hopen. Maar dat duurt nog wel even. Dit conflict zal ook nog geruime tijd duren.